Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mannen Leest de Vrouw, aflevering 16. Ik geef hem aan jou. Yeah. Op deze pagina staat een clown. Maar het is een vrouw. Dus nee, een soort. Het is een vrouw-clown. Mag dat ook? Het is geen review. Carnaval. Ja. Mijn lievelingsstad is Amsterdam. Jouw lievelingsstad ook. Nee, ik heb een hekel aan Amsterdam. Het is druk. Niemand geeft je voorrang. Maar er is nog één plek waar ik liever kom. En dat is Breda. En dat is... Wat? Dit wordt heel kindvriendelijk. Ik ga hier een kniepen, dat wil je niet weten. Ja, maar kinderen weten niet wat zijn. Tuurlijk weten kinderen wel wat zijn. Weet jij wat zijn? Laat het dan weten in de poll. Nou ja, ik bliep dit weg, dus dan weten ze het sowieso niet. Hallo kijkers. Hey, hallo! Ik zeg net, letterlijk voor de opname tegen jou, ik heb een hekel aan mensen die door mijn intro heen gaan schreeuwen. Oké, okay, ja. Begin op, oké, 3, 2, 1, ja. Hallo kijkers van... Hey, Aan. Hallo! Nog een keer. Hallo kijkers. Oké, okay, ja, begin. Stop. Ik wil een beginding doen, dat deed ik net ook. Oké. Okay. Oké, doe maar, ga drie, je gang. 2, 1. Hallo begin. Kijkers. Oké. Okay. Wil jij het anders doen? Oké. Okay. Doe jij dan 3, 2, 1, begin? Nee, je moet wel vermelden dat het en aflevering 16 is, dat de mannen lezen de vrouw is, en dat jij de gast bent. Oké. Okay. Ga je gang. Hallo, welkom bij de nieuwe aflevering van Mannen lezen de vrouw. Waarin we een tijdschrift lezen wat niet voor onze doelgroep is. Vandaag, Mannen lezen de vrouw, aflevering 16. Heb je de vorige afleveringen niet gezien? Nee, dat zeg ik echt nooit aan het begin. Ik zeg altijd, oké, ik doe het nog één keer voor. Hier, laat maar eens even. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij weer deze gloednieuwe aflevering van Mannen lezen de vrouw. Het is alweer de 16e aflevering en vandaag zijn we met Leon. Zo doe je het. Oké, okay, nou, wacht, moet hij dan niet even opnieuw? Anders is het heel veel te editen, dan kun je dit meteen weg. Ja, inderdaad, hij moet even opnieuw. Hallo, kijkers van Harmen Frodo! En 1, take 89. Hallo, welkom kijkertjes van Harmen Frodo. Mijn vandaag... groep is 13 plus, stop. Dag kijkmuiskindertjes van Harmen. Je vindt het zelf grappiger dan alle kijkers. Yo, kijkers van Harmen Frodo. Vandaag man leest de vrouw. Vandaag aflevering 16. Er staat met letterlijk... mij als gast. Leon, beest hier, volg me op Instagram, leon.beestje. Hij staat letterlijk op een statief en jij bent eraan aan het sjorren. Ja, ik ben vlogger. Hallo, kijkers van Harmen... Mag je nog beginnen? Yo, kijkers, welkom bij Harmen Frodo. Vandaag man lezen de vrouw. Hallo, kijkers. Welkom bij Harmen Frodo. Vandaag man lezen de vrouw. Een tijdschrift wat niet voor onze doelgroep is. Vandaag is het aflevering 16 alweer. Met Leon Bees hier als gast, dat ben ik. Even vertellen wat je moet zeggen. Je moet hallo, zeggen... welkom bij Harme Frodo. Vandaag aflevering 16 van Man Deze de Vrouw. Hallo kijkers van Harme Frodo. Vandaag aflevering 16 van Man Deze de Vrouw. Vandaag Leon Bees hier als gast, dat ben ik. Je weet dat mensen nu gaan zeggen dat ik alleen dit intro zo lang heb gerekt. Om bij de 10 minuten te komen. En dat is waar. We gaan nu beginnen met mijn lievelingsstad is Amsterdam. Maar er is nog een plek waar ik veel liever kom in Nederland. Dat... ik krijg zoveel bliep hier. Iedereen is benieuwd wat jij zegt, maar niemand weet. Ik ben dol op heksen, magie en verkleden. En net doen alsof. Jij ook? Oh. Nee. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze blooper aflevering van Mannen Lees de Vrouw. Waarin we alle bloopers met Leon hebben gekeken. Tot ziens. Leon, hi. Hoi. Oh, je gaat nu niet iets over jezelf vertellen of zo? Oh, nee, dat moet ik niet doen. Of juist wel. Ja, wel. Goedemorgen!